Simone, je hebt een heel bekend gezicht, maar de naam D&D Second Home heb ik nog niet eerder gehoord. Nou, dat is je goed opgevallen, Sanne. Ja, het is D&D bestaat eigenlijk al 25 jaar. Alleen toen was het altijd D&D Immobilien. En ja, we zijn eigenlijk vorige week geswitcht naar D&D Second Home. Eigenlijk ook om het wat breder te trekken en om ja, de klanten gewoon in het algemeen een tweede woning aan te kunnen bieden. We hebben dus eigenlijk een primeur hier. Eigenlijk wel, ja. Jullie staan hier onder andere met twee projecten in Oostenrijk. Ja. Wat kan je zeggen over de projecten? We staan hier met projecten in Carinthië bijvoorbeeld, in, op bergresort Kerlitse bij de Oostjager Zee. Waar je echt zomer- en wintertoerisme hebt, dus wat echt ook goed verhuurd wordt. Ja. Fantastisch project voor de beleggers onder ons. En het tweede project? Het tweede project is in Bad Klein-Kierigheim. Wellicht bij velen bekend, prachtig skigebied. Ja, ook in de zomer heel aantrekkelijk. Waar het Zwijt woonzitsbestemming op zit. Ze mogen het lekker als vakantiewoning gebruiken. Maar ja, verhuur kan ook en dan is het voor het rendement ook goed. Maar er is wat meer vrijheid. Jullie spelen dus in op twee doelgroepen, dus dat is wel heel fijn. Ja. Over welke instapprijs moeten we het dan hebben? Voor bergresort Kerlitse is de koop zo'n €254.000. Dus inclusief een parkeergarage. Dus dat is echt voor beleggers gewoon fantastisch, ja, om dat te doen. Mensen die willen spreiden, die zeggen van ja, toch een stukje vermogen. Misschien verleggen ook, of ja, daar is het een heel mooi project voor. En Bad Klein-Kierigheim, dat gaat, ja, is afhankelijk van de grootte van de appartementen, vanaf ongeveer €400.000. Ja, tot ja, eigenlijk een hogere prijs afhankelijk van de grootte van het appartement. Er zijn heel veel verschillende appartementen verkrijgbaar. Ja, maar fijn dat het ook gewoon lekker voor eigen gebruik is. Absoluut, ja, heel leuk. Ik wens jou heel veel succes. Misschien een keer tot in Oostenrijk. Ja, zou heel leuk zijn. Bar. Ja, zo is het. Doen we dat.